Jan Maarten Heideman, winnen in Noordlaren is leuk, maar winnen in Biddinghuizen doet jou veel meer. Ah, dit is wel echt mooi. Gewoon lange rechte stukken met wel halve meter sneeuwranden naast de baan. Het is echt gewoon mooi schaats. Hoeveel betekent een overwinning op deze baan voor jou? Gewoon elke overwinning, dat is er weer één. Dit betekent voor mij wel wat. Dit is gewoon super. Ja, hier heb je hele mooie wedstrijden, maar winnen is winnen. Het is soms een klein verschil, maar het is wel prettig. Want wat gebeurt er? Er is een koproep weg en jij denkt van dit zou de slag wel eens kunnen zijn, daar moet ik heen? Nou, er zaten een paar jongens van Verwerven bij en voor elke ploeg wel wat. Ze reden gewoon zo weg. Dus ik denk van dit wordt de slag. Dus ik moet volle bak in mijn eentje er naartoe gekacheld. En toen dacht ik van misschien kost me dit wat de kop, maar gelukkig niet. De vorige keer had ik eigenlijk nog veel betere benen en toen werd ik een beetje op kop gedwongen. Dus ik denk, ik wist gewoon dat die Bergsma ook gewoon ontzettend goed was. En gelukkig kwam ik in de finale net goed dat ik uiteindelijk achter hem uitkwam en ik kon er gewoon voorbij. Ben je ook klaar voor echt natuurreis? Ja, dit is voor mij het echte werk al. Dus hierop kun je laten zien of je er klaar voor bent. En ik hoop gewoon op nog een paar mooie wedstrijden op het echte, op de meer en zo. Kijk je straks naar de thermometers of dat nog net niet? Ja, als ik straks in de auto naar huis toe ga, dan zie ik de meter weer lopen. Geert-Jan van der Wal, voor het eerst op het podium. Dat moet een bijzonder moment zijn voor je. Ja, ik ben natuurlijk al een heel aantal jaren aanrijder. En als je dan voor het eerst op het podium staat, is dat toch mooi. En helemaal naar heel veel jaren van blessure leed, kan ik eindelijk weer een beetje normaal schaatsen. En dan begint het er ook wel gelijk op te lijken. En deze baan hier in Biddinghuizen ligt me ook gewoon perfect. Dus wel redelijk tevreden. Je moet je sterk hebben gevoeld vandaag, want je was veel te zien voorin. Ja, ik voel me eigenlijk, ik snap er niks van, maar ik voel me elke week goed hier. En hier hoef je niet zoveel techniek te hebben, maar gewoon een goede conditie. En dat ligt mij op zich wel. Ik ben eigenlijk al elke dag en elke nacht zo zenuwachtig als wat voor die koersen die misschien wel gaan komen. Dus ik heb er zin aan. Dat geldt eigenlijk voor alle jonge rijders. Die kijken echt uit naar natuurreizen. Ja, dat is toch. Ik heb er nu een paar keer in mijn leven meegemaakt. Zoals vorig jaar het NK. En ook op de Waaijzee elk jaar. Ja, dat is het echte schaats. En dat werk op de baan is eigenlijk. Dat is eigenlijk maar een stukje voorbereiding, vind ik. Vorig jaar stond ik wel op het punt om er misschien wel de brui aan te geven. Ermee te stoppen. Omdat ik gewoon te veel pijn had. Maar uiteindelijk nog een keer geopereerd. En nu begint het er gewoon op te lijken. Dus al met al gewoon heel tevreden. En als je dan hier staat, straks op het podium. Is het dan alle moeite waard geweest en alle pijn? Ja, absoluut. En ook dat we met Sjoerd ook nog die cup pakken, dat is natuurlijk helemaal fantastisch.